Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 26 januari 2018 overigens. Ik ben lekker met Lady aan het lopen. Het is heerlijk weer, zonnetje schijnt. Een heel klein briesje, lekker fris. Ik kan met mijn jas openlopen. Het is echt geweldig weer. Straks postlopen. Twee wijken. En het zou niet zo heel veel zijn, dus ik ben redelijk snel klaar. Daarna gaan we nog eventjes met Karin op stap. Karin is nu even met Lovely ergens anders naartoe, veldje. Ik doe even een rondje met Lady. Lovely was gisteren nacht bij mij, is ook gezellig. En het is droog gebleven binnen. Tot vanochtend. Toen heb ik even het balkon gezet. En toen zijn we het bos ingegaan. Dat was ook wel lekker. Ganzen zijn er ook weer. Lovely vindt vogeltjes erg leuk tegenwoordig. Dus dat is wel grappig. Toch vloggen. Hè? Ik heb toch even vloggen. Even een schriftstelling, ja, vandaag nog. Als je mes wil pakken dan, graag. Gewoon, en gewoon een broodmes. Hallo, dus. Ja, oké, okay. Maakt niet uit. Ja, ik ga even heel gevaarlijk doen, weet ik. Vind ik leuk. Gevaarlijk doen hoort bij mij. Toen had ik hem al lopen. Nou, dit is dus een hele mooie tuig. Nou ja, tuig niet, maar een hele mooie halsband. Voor Lady. Maar je krijgt ook nog wat lekkers erbij. Gratis en voor niks. Hehehe. Ik heb een visitekaartje ook nu. Dat is mooi. Kijk. Biefstuk. Kijk. Die krijg je dan gratis bij. Ja, Leed. We gaan het eens even uitproberen. Het is van het merk Neva. En nee, ik word niet gesponsord. Moet je hem hier op? Lady, kom eens hier. Kom eens hier. Lady, kom eens hier. Kom. Ja, dat is nog. Ja, dus. Oh ja, moet ik hem hier weer in? Kijk. Dan kan ik hem alsnog volgens mij. Ja, nou ja. En bijstellen. Ja. Maar hier kan ik haar dus nu aan vast haar maken. Ook jouw kop is nog veel te groot. Mooi. Een emmertje. Oké. Okay. Ik kan hem hier volgens mij nog bijstellen inderdaad. Dat ik wel doen wat ik wil. Hè? Weet je dat? Ja. Zo, kijk hoe boos. Kijk altijd boos. Mooi. Nou, we gaan weer even een beetje proberen. Lady, kom eens hier. Ja, nou zie je wat even iets strakker. Kijk, mag nog wel een heel klein beetje erbij. Ja. Heel klein, mini, mini beetje. Niet die verneuken. Nee, verneuken nog wel, hè? Ja, oh ja, oh ja, halsbanden vind je eigenlijk helemaal niks. Nee, dat weet ik. En als je hem dicht wil doen, moet je ook allebei indrukken. En dit is dus die halsband. Dat is ideaal. Even showen. Ja, dat ken jij heel goed, hè. Showen, hè. Ja. Zo, en dat is de halsband. Dus wil je ook zo'n halsband? Dat kan. Moet je gewoon even naar de website van hun toe gaan. Zal ik even kijken. Kijk, dit is hun website. En ik zet hem ook even onderin. Runthisprice.nl. Ik zet hem ook even onderin. En van deze vlog. En dan komt het helemaal top dik in orde. Hoezo scannen? Hoe bedoel je? Nou, soms moet je niet scannen. Ja. Staat er zo'n code op. Ja.
deze niet. Zo kan ik hem er gewoon in gooien. Ja. Dan scant het, dan weten de verzenders en ontvangers dat ik het in de bus heb. Oké, dat is handig. Via de website kun je dat checken van de PostNL. Ja. Dat is handig. Ja. Ja, soms zit dat pakketje er niet bij. Nee. Dan moet je de app zeggen van niet in mijn tas. Ja. Moet je zelf maar uit gaan zoeken waar dat is. Oké. Ze trekt het niet, jij maar ze kan trekken. Ja, ja. Kom maar. Kom maar. We hebben nu Husky te leen. Ja, goed zo. Mooi. Rustig lopen. Amber Husky. Amber kleuren. Ja? Ze blijft er bij ons, ja, maar ze kan trekken. Ja. Ja, nou. Het is heel anders dan de vorige keer. Toen ben je met het hok gaan zitten. Ja. Beetje voorzichtig aaien. Nou, daar moet je niks eigenlijk van hebben. En nu is het van hallo en een kwispel, kwispel. Geef hem maar een beetje een beeld. Ja, dat is ook een beeld, hè. Lekker een meisje, hè. Even lekker los. Gaan we aan de los gaan lopen? Ja, hoor. Ben je nou? Daar ben je. Lekker stukje wandelen. Nou, ik loop dus nou lekker met Amber en ze is helemaal blij. Ik weet niet of we nog hun daarmee blij mee zullen zijn, maar ik wel. Lekkere kind. Oh ja. Dat is lekker, meisje. Ja. Amber. Ambertje. Ja hoor, Amber. Hey, meisje. Lekker lopen, hè. Geen mee. Lekker. Ja, en ze is een beetje aan de dikkere kant, heb ik gehoord, maar... Ik kreeg ook al te horen en dat ze trekt. Nou, weet niet, maar ik heb zo'n rollijn en ze trekt helemaal niet. En het is vandaag vrijdag, welke datum, ik weet niet eens. 26, oh ja, januari, om hoe laat? Bijna 1 minuut voor 3, kom maar. Lekker hè, baby. Amber, hey. Dat is leuk. Hi kind. Lekker even lopen, kind. Ja, hè? Ja! Lekker lopen, hè? Meisje. En ik krijg ook weer een glimlach van oor en tot oor. Ja! Yeah. Ik zet jou gewoon op en op de Husky-groep zo meteen, dat filmpje. Kunnen we niet even gewoon geld inzamelen voor even een mooie, goede tuig van de... Kunnen we niet gewoon even geld inzamelen, hè, voor een mooie tuig? Ja, ik ga dat gewoon proberen. Nee, heb ik een jaar kan krijgen, hè? Alleen maar voor jou en die tuig, ja. Precies. Dat heb jij ook wel verdiend, hè meisje? Ja. Nou, we zijn nog steeds lekker aan het lopen, hè? Ja. Lekker met Amber. Amber kleuren. Amber. Ambertje, hey kind. En hoe vind je het om nou ook Amber vast te kunnen houden? Want er werd tegen ons gezegd dat ze trok, toch? Ja, dat werd gezegd, ja, maar ik merk er eigenlijk helemaal niks van. Nou, dat is mooi. Kijk maar, hier dit. Dat stak een lijn, maar goed, het is een rolding. Ja. Dus ja. Precies. Nou, Roderick en die heeft doodangsten vandaag uitgestaan door mijn schuld. Toch? Ik krijg het wel even warm van. Vertel. Waar op de fiets? Onderweg naar huis. Sta ik over op een drukke kruising. Waarbij wij het groen licht hadden overigens. En opeens viel er iets uit. Dan moet je daar naartoe kijken. Niet iedere keer naar mij. Ja, maar ik kijk of jij ook in beeld bent. Ja, maar dat hoeft niet. Jij bent dat aan het vertellen, Dodo. Oké, dan ben ik in beeld. Wij waren onderweg naar huis. En bij het passeren van een drukke kruising, kom. Waar wij het groen licht hadden, even snel doorfietsen,
verloor Karin opeens haar telefoon. Mobiel, ja. Mobiele telefoon. Smartphone. Op de kruis. En dus was er een licht paniekmomentje. Dus ik ga weer terug pakken. Blijkbaar zat de auto's aan de andere kant, waar wij vandaan kwamen, die mochten dan linksaf ineens. En toen, ja, even heel snel weer de middenberm opzoeken. Maar gelukkig stopte een aantal auto's voor mij dat ik eventjes veilig weg kon komen. Maar het was wel eventjes warm geworden voor mij. Dus, maar goed, de telefoon is nog heel. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Mooi. Kijk maar, ik heb nog bewijs. Ja, het was helemaal een hoesje en de telefoon waren apart. Kijk, deze twee dames lopen gezellig mee. Ga je me even lijn volgen of niet? Goed zo. Ja, ja, ja. Ja, 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 kom maar. Kom. We gaan welke kant ga je lopen, schat? Ja. Goed zo. Ja, ja, ja. Dit is toch mooi. Ja, en ze groeit inderdaad heel snel. Joepie. Ik kom nou al bij... Hey, even wachten. Even wachten, dames. Wachten. Even jouw tuig even recht. Nou ja, recht goed. Kom maar. Even ruiken, snuffelen. Ja, en dat moet ze lekker ongegeneerd kunnen doen, toch? Ja, dat was je eigen pootjes. Ja, maar ik heb dus, deze vlog die komt helemaal later online. Maar ik had dus, voor een week had ik dus een poll op mijn Facebook staan. Één keer in de maand een dierenvlog wil. En of jullie één keer in de maand een knutselvlog bouwden. Daar hebben we nou twee mensen gestemd. En allebei een ja. Dus eens even kijken. Hoeveel stemmen ik nog meer ga krijgen. Dus dat wordt nog spannend. Nou, we zijn nog steeds Mr. Storytime aan het kijken. Wat jullie wel hebben kunnen zien op en op mijn Instagram. Volgens mij staat die nog niet bij mijn beschrijving. Die moet er nog op. Mr. Storytime die was al live vanaf 3:30. En hij zou doorgaan tot 10:00. Maar het is nu al bijna 10:30. Omdat iemand anders dus niks kon reageren. Dus hij is nou al. Hij gaat tot met 11:00 door. Maar ik wil jullie gelijk bedanken voor het kijken naar mijn nieuwe vlog. Die jullie hebben gezien. Hiervoor dus. Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En het is gratis. Doe even het belletje aan, want blijf je op de hoogte. En dan zou ik zeggen, dankjewel. En tot de volgende keer maar weer. Doei!